Egbert Lachaert, hoe zou u de balans opmaken van uw voorzitterschap tot nu toe? Wel, ik ben voorzitter geworden in een periode waar het toch niet zo evident was om voorzitter te zijn. Dus 2021 was absoluut geen gemakkelijk jaar voor de partij. Ook die COVID-periode doet de hele politiek en de hele samenleving niet zo goed. Dus eigenlijk niet zo'n leuke periode. Maar het begin van dit jaar is voor ons wel een totaal nieuwe start met een nieuwe operatie. Waarbij we ook 4 congressen gaan organiseren. En we gaan ons nu niet meer laten opsluiten door COVID. We gaan het gewoon doen. Ofwel is het nu digitaal, ofwel zal het hopelijk toch fysiek met de mensen zijn. Maar die 4 congressen moeten ook inhoudelijk echt een nieuw elan aan onze partij geven. Onze partij is eigenlijk groot geworden op een basis van radicale, nieuwe, creatieve ideeën. Die onze filosofie, het liberalisme, hedendaags maken. En sinds ik voorzitter ben, heb ik toch zo wat de balans opgemaakt van de laatste 20 jaar. Waar we hebben altijd in de federale regering gezeten, bijvoorbeeld. Maar op den duur zijn we een beetje te veel een bestuurspartij geworden. En te weinig die ideeënpartij. En dat wil ik echt terugbrengen dit jaar. Dat is mijn grote ambitie. En dat gaan we doen door de inhoud terug scherp te zetten. Iedereen zal trouwens kunnen meedenken, zelfs als je het lid van onze partij of niet. Je kunt meedenken op die congressen. En we gaan ook nieuwe mensen moeten lanceren. Daar ben ik ook helemaal van overtuigd dat als je een vernieuwing in een partij wil tot een goed einde brengen, dat je dat ergens ook moet doen met nieuwe, frisse mensen die de filosofie ook goed kennen van het liberalisme en die dat ook op een authentieke manier uitdragen. Vandaar dat we het voorstel gedaan hebben om 2 jongere parlementsleden ondervoorzitter te maken. Vorige week Jasper Pille en Stefanie Doze. Maar het vernieuwingstraject zal zich nog verder trekken. Er zijn nog stappen te gaan. Ik moet zeggen, nu is het een veel leukere periode. Maar ik hoop vooral dat COVID eindelijk eens stopt, want ik mis het contact met de leden en onze afdelingen. En dat heb ik nu al heel mijn voorzitterschap niet. En dat vind ik wel heel jammer. Ja. Zijn er ook bepaalde zaken die u vooraf had anders ingeschat? God, nee, het is eigenlijk volledig wat iedereen mij waarschuwde dat het zou zijn. Namelijk, het is een heel intense en interessante job. Want toen ik voorzitter werd, plots 3 maanden later was ik koninklijk opdrachthouder om een regering te vormen. Ja, dat is natuurlijk wel een eer. Hè? Ik bedoel, dat had ik niet gedacht een jaar voordien. Dus dat waren ook wel mooie momenten en spannende momenten. Maar je wordt wel een stuk geleefd. Dat moet je ook toegeven. Er is gewoon heel weinig ruimte voor persoonlijk leven. En het is heel, heel intens. Maar het is wel heel boeiend. En natuurlijk, als je dan het geluk hebt om... politiek is altijd een passie geweest van mij. Als je dan het geluk hebt om daar uw beroep te kunnen van maken, om in deze positie te mogen eindigen, is natuurlijk wel een voorrecht. Dus zo zie ik het nog altijd. Het is niet oneindig. Het is een tijdelijk iets. Maar het is wel... Ja, je moet wel blij zijn dat je natuurlijk op zo'n interessante positie terechtgekomen bent. Dus boeiend, maar super intens en wel slopend. Dat is wel zo. En zijn er zaken waarop u fier bent, wat u al bereikt heeft? Ik denk de vernieuwingsoperatie die nu in de steiger staat, krijgen we heel veel goede feedback. En dus dat doet mij veel plezier. Ook mensen die mij gesteund hebben in mijn voorzitterscampagne, die echt weer terug het vuur vinden om zich te engageren. Tweede hoogtepunt was toch wel wat de vorming van de regering De Croo, omdat... we zaten toen tussen de eerste en de tweede golf, corona, al 1,5 jaar zonder regering. En eerlijk gezegd, ik zou niet willen het land gezien hebben als we er niet in geslaagd waren om deze regering te vormen. Dan zaten we altijd met de regering van lopende zaken van Sophie Wilmès zonder meerderheid in het parlement. Ook met kabinetten die een stukje leeggelopen waren en die crisis moesten managen. Dat was absoluut... Dat zou de burgers gewoon echt niet goed geweest zijn om nog zo'n winter te moeten doormaken. Dus het feit dat we er dan wel in geslaagd zijn, en daar heb ik wel een belangrijke rol in gespeeld, om een regering te maken met volheid van bevoegdheden, ook al was dat geen evident pad om die regering te maken. Ja, in zo'n pandemie was het echt wel nodig dat ons land een volwaardige regering had. Dus dat denk ik dat wel een beetje toch wel een hoogtepunt was.